Ik dacht dat een keer een challenge leuk zou zijn, maar misschien was het niet zo'n goed idee. Oh boy. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.3. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij met Hollow Chess aan de gang gegaan, hopen tot we... Een hele leuke boog te pakken hebben gekregen. En ben ik een beetje op een domme manier doodgegaan helaas tijdens het vechten van een van die kisten. En in deze aflevering dacht ik bij mij eigen misschien is het leuk om te beginnen met twee van die eikels te bevechten. Waarom ook niet? Dus waarom ik op dat idee ben gekomen, ik heb echt geen flauw idee. Maar goed, wat eigenlijk de bedoeling is dat we dus die wapens te pakken gaan krijgen. En als we dus met die wapens bezig zijn, tot we dus de... Hallo. Dank je. Ho. Het wordt een beetje gevaarlijk nu. Maar dan is het dus de bedoeling dat we dus een beetje de exploren. Dan kun je misschien die reflectaanval niet doen. Dat zou ik heel erg op prijs stellen als jullie die niet zouden doen. Ik bedoel, jullie zijn bijna dood. Tenminste, bijna. En dan wil ik dus de hello gaan exploren in verband met... ik heb weer het wapen niet te pakken gekregen. Waar is hij? Kom op, jij geeft het wapen. Ook al niet? Superior Flying Knife. Leuk. 51 damage. Oh, dat kan ik zo nog besturen ook. Dat is een soort van een magic missile. Kan een leuk wapen zijn. Vooruit, vooruit. Maar het is niet het wapen wat ik zoek. Ik heb zoveel lopen farmen om dus die... Weet je wat, ik ga het gewoon eventjes proberen. We gaan gewoon eventjes dat wapen al even gebruiken. En we gaan gewoon al eventjes kijken hoe dat het wapen gaat werken. Dus daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Het probleem is, ik heb enorm lopen farmen. Ik heb nog Souls of Light meer dan genoeg. Ik ga er nou niet twee tegelijkertijd doen. Dat lijkt me niet zo verstandig. Maar ik ben wel van plan om mijn wapen die ik wil hebben te pakken te krijgen. Dus nou ja, laten we maar hopen dat ik hem gewoon te pakken ga krijgen. Ik ga hem nog een keertje bevechten. Waarom ook niet? Moet ik wel kistjes hebben. Dit spel haat mij. Waarom nou, spel? En ik heb weer een slime staff, blijkbaar. Wauw. En dan ook nog weak. Dankjewel, spel. Nou ja, we hebben in ieder geval genoeg mimics gekilled. Om eindelijk dus de boog te pakken te krijgen die ik dus te pakken wou krijgen. Hoeveel mimics heb ik ondertussen wel niet gekild? Een stuk. Ik had nog een extra hier bij me. We hebben in ieder geval potions ondertussen genoeg. Ik heb echt serieus, moet je kijken. Ik heb 3 van deze dingen ondertussen. Nou ja. Eentje misschien dat ik wil bewaren. En eentje dat ik zoiets heb van meh. Maar ja, we hebben ook nog de rond op Discord. Lazy Mono, die gaan we ook niet gebruiken. En het grappige is, deze potions die zijn echt een must. Want die healen 150 HP. Oké, materialen, ores, heel eventjes, even kijken, even snel. Weet je wat, ik doe heel eventjes naar mijn inventory clear. Ik ben terug in een seconde, zoals gewoon altijd. Oké, ik heb heel eventjes mijn inventory heel eventjes gecleared. We gaan eens heel eventjes reforgen, want wij willen deze zeker reforgen in iets leuks. Keen, en dit gaat duur worden. Nasty. Kan beter. Superior. Niet het beste, murderers. Weer superior. Ah, dit gaat heel veel kosten. Oké, we gaan gewoon even goed kijken. Deadly. Forceful, kom op. Geef het beste wat je hebt. Ik wil niet al mijn platinum coins hier eigenlijk aan verbrassen. Agile. Weak. Heel erg slecht. Godly, daar doen we het voor. Er is nog één step beter, maar lekker belangrijk. Dit is juist hetgeen waar we nou heel eventjes voor willen gaan. Ik zal ook eventjes laten zien waarom dat het één van mijn favoriete bows is geworden. Volgens mij is deze pas geïntroduceerd in 1.3. Maar heb ik gewoon een pijler bovenaan staan? Ik heb flaming arrows bovenaan staan. Nou ja, dit doet het. 1 pijl. Schiet 3 pijlen vanuit de lucht.
En dat in combinatie met een andere pijl? Dat gaat heel erg leuk worden. Maar dat zullen jullie al zo zien. Ik wil dus nu eerst heel eventjes naar de Hello Biome. Volgens mij zou die aan deze kant zitten, want ik wil dus Hello Arrows of Holy Arrows gaan maken. En daar hebben wij dus het een en ander voor nodig. Nou, de reden waarom dat ik nog steeds Terraria opneem, ja, we hebben nog steeds die Halloween special. En ik heb best wel veel van die goodiebags weer te pakken gekregen. Ik geloof dat ik er een stuk of 18 heb, dus die gaan we dadelijk ook nog eens een keertje openmaken. Maar het is dus nu... Oi. Dit is nu enorm belangrijk dat we er dus achter gaan komen waar dat die Hollow biome, of de Hello bij ons is. En dat we dus... Wow, ik wil alleen maar heel eventjes... Dank je. Want dan kunnen we namelijk gaan werken aan die pijlen die ik wil gaan hebben. En misschien kunnen we dan wel onze eerste mechanical boss neer gaan halen, wat zeker heel erg leuk zou zijn. Dus... Dan hoop ik niet dat ik helemaal bij de jungle uitkom. Het zou wel vervelend zijn als ik helemaal bij de jungle uit zou komen nu. Hallo. Oké, dit is de jungle. Volgens mij kan de jungle... Oké, de jungle is onze hello. Daar ben ik niet echt te enthousiast over. Wacht even, was dat alle hello die de jungle had? Ik kan wel zeggen. Al willen we nog niet echt in de jungle zitten. Ik bedoel... Gaan we echt niet vertellen dat dit de jungle is, jongens. De jungle hello. Dat de hello in de jungle is gekomen. Als dat het geval is, dan hebben we namelijk een heel erg groot probleem. Dan moeten we onze eigen hello biome gaan creëren. Spel, dit doe je me niet aan. Please game, don't. Ik bedoel, de jungle is al ernstig genoeg. En ik heb die pijlen gewoon nodig. Ik wil de kijkers eens laten zien hoe overpowered dat het is. Oh boy. Nou ja, ik kan in ieder geval vliegen, dat is wel een voordeel. Oké, we hebben hier een corruptiebiome, dat is ook niet goed. Nou ja, aan de andere kant, misschien kunnen we nou de vitamins vinden, maar... Er moet toch op zijn minst wel een goede hello biome hier te vinden zijn. Waar zijn de vitamintjes nou, zeg erop. Ik bedoel, er zijn namelijk verschillende items die we moeten farmen, letterlijk en figuurlijk, uit de above hello biome. En als we die niet hebben, dan valt er weinig te farmen. Oh boy. Dank u wel dat u doodgaat. Daar ben ik heel erg blij om. Dan gaan we naar... Ik heb dit... Dit kan rampzalig worden, kijkertjes. Volgens mij hebben we gewoon alle geluk die we hebben gehad in deze Let's Play. Volgens mij hebben we alles gewoon opgebruikt. Ik bedoel, we hebben Steve teruggekregen. Wat echt helemaal geweldig is. Is dit al de oceaan? Hebben we nou een corrupte oceaan? Hi. Ik kom heel eventjes hier kijken of er hier een corrupte oceaan te gaan. Is toevallig nog een Sea Shark? We hebben hier. Niks boeiend. Is toevallig nog een shark in de buurt? Iets... Volgens mij, als ik hier nou lang genoeg blijf, ga ik nog dood ook. Dus zullen we dat maar niet doen. Oké, ik ga heel eventjes op de map kijken, want er moet toch ergens een... Er is corruptie. Nope, dit is alleen maar in de jungle. Oh boy. Dus we hebben een hallowed jungle. Dit kan vervelend worden. Goed, dan ga ik heel eventjes het anders aanpakken. Dan gaan we gewoon onze eigen Hollow Biome maken. En dit kunnen we als volgt doen. En dat moeten we ook heel voorzichtig gaan doen. Wij hebben de blokjes. En wij hebben, als het goed is, Pearlstone gemined. En zie ik wel eventjes hier te zoeken. Pearlstone blocks. Nou kunnen we dus onze eigen biomes maken. Heb ik ook nog snowblocks? Door dus zoveel mogelijk van dat spul ergens neer te gaan pleuren. Nou, ik wil dus de snowblocks eventjes hebben. Wat ik ga doen is, ik ga dus mijn eigen hello plekje maken. Gewoon op basis grondverdieping. Maar wat dus het belangrijke is dat het dus geen andere biome en dat het dus niet gaat spreaden.
En als we dus de Pearl Stone ergens neer zouden gaan zetten, zou het kunnen spreaden. Tenminste, dat geloof ik. Dat weet ik dus niet zeker. Dat zou ik een keertje moeten testen, maar volgens mij spread het dan wel. Dus wat ik wil gaan doen, is ik ga heel eventjes door de Frost Biome. Dan lopen we helemaal door naar de andere kant. En bij de andere kant, daar gaan wij rustig eventjes die biome maken. En hopen tot daar die vijandjes willen spannen, want dat zal natuurlijk wel geweldig zijn. Nou, uit het hoofd moeten we ongeveer 50 blokken hebben. Maar ja, ik wil het een beetje verspreid hebben, dus ik denk dat ik gewoon een dubbele basis maak van 2. En dat hoeft dan nog niet eens op de deur te zijn, want het gaat er maar om tot goodie bags weer vallen. Nou, het gaat erom tot vijanden van de Hello willen gaan, tot die willen gaan spannen. Dat is echt cruciaal op het moment. Dus, hoi. Oh, fijn, dan heb ik die debuff weer. Wat leuk. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog de megafoon nodig. En de vitamine hebben we nog nodig. Allemaal voor de Ank Shield, of de Ank Charm. En dan kunnen we de Ank Shield maken. Dus ja, die moeten we dus ook nog gaan farmen. En ik weet dat je de megafoon krijgt van die wannabe navies. Dus ja, daarom wil ik daar dus dolgraag naartoe. En daarom breng ik jullie daar dus nou ook mee naartoe. Traveling Merchant, ja, ik heb heel even tijd voor jou. Heel eventjes maar. Oké, volgens mij hadden we de Press Raider nog nodig. Tenminste, dat denk ik. Ik bedoel, kunnen we dan eindelijk de Ultimate Building Tool maken? Ik bedoel, ik heb dat nog nooit aan Steve eigenlijk gevraagd, omdat ik was zo blij dat hij terugkwam. Nee, nog steeds niet. Steve! Wat hebben we nog nodig? Ik weet dat we een Ultimate Tool kunnen maken. Bricklayer. Wacht, kunnen we de bricklayer niet van de mechanic kopen? Dus ik had deze helemaal niet nodig. Gripclaw. Paint sprayer. Portable cement. Ja, een bricklayer. Maar die verkoopt hij toch ook af en toe, de bricklayer? Ik weet het gewoon niet meer. In ieder geval, ik krijg er waarschijnlijk nog maar heel erg weinig voor terug, hè. Ja, nou, het is beter iets dan niet. Dus, maar... Wacht eventjes. Waar is onze wire? Ik mis hier iets, dat kan niet anders. Ja, blijkbaar kan het dus alleen maar wel van de Traveling Merchant. Ach, aan de andere kant, ik heb nog steeds jullie eigenlijk niet laten zien wat de Rod of Discord doet. De Rod of Discord, die teleporteert ons. Alleen, het kost geld, zoals jullie het... Of, het kost health. Dus je wil er zeker mee uitkijken, dus daar wil je niet te veel mee spelen. In ieder geval, ik ga heel eventjes naar de locatie waar ik dus die biome wil maken. Laten we wel eventjes boven 66 miles per hour gaan. Nog net die 88. En dit is eigenlijk een beetje de locatie waar ik dus de underground hello biome dan mag. Of niet de underground, de above ground hello biome. Maar eventjes wil gaan maken. Dus ik denk dat dat het beste is, omdat ja, we hebben hier dan wel de corruptie, maar die is hier nog niet helemaal verspreid. Dus ik denk dat we hier gewoon eventjes wat sneeuw kunnen gaan maken. En tot daar dus gewoon onze... Ja, tot we dat daar de corruptie maar kunnen stoppen. En tot het daar zo snel mogelijk maar de hello gaat worden. Dus dat lijkt me op dit moment eigenlijk de beste optie. Dus we zijn bijna bij onze halte. Nou, spring hier maar naar beneden. Hallo. Oké, hier begint dat dus. Hier begint het al over te gaan. Dus. Oké, nou, het makkelijkste wat we kunnen doen is eerst eventjes dus, 3 laags een sneeuwblokje eromheen gooien. Dan maakt het niet echt zoveel uit wat er spread en wat er niet spread. Dus dit moeten we echt eventjes op gaan vullen met sneeuw. Wat trouwens, maakt mij het uit dat het hieronder spread? Gaat er maar over tot het niet de andere kant verder op spread. Ondergronds maakt mij eigenlijk op het moment heel weinig uit. Dus wat wij moeten doen, is we moeten dit vlak gaan maken. Eevee, ik weet niet wat je daar aan het doen bent, maar ik vind het best. Goed, nou, laten we dit dan even opvullen nog, zo. En dan vanaf hier. Kunnen jullie ons eventjes alleen laten? Ik probeer eventjes een bouwproject te starten, ja? Dankjewel. Goed, dan moeten wij dus onze Pearlstone blok krijgen. Dat is deze. Waar is mijn pickaxe? Hier. Laat ik eerst eventjes ervoor... Hi. Wil jij ook misschien... Misschien is het een goed idee om heel eventjes ervoor te zorgen dat slimes mij niet meer lastig kunnen vallen. Of dat ze geen pijn meer doen of zo. Ik bedoel, serieus, probeer iets te bouwen. Laat me maar rust.
En dan weet ik trouwens niet uit mijn hoofd of we al de... Dan weet ik dus niet uit mijn hoofd of wij ook al de... blindfold hadden, maar... Lekker belangrijk. Oké, nou dit gaat eventjes lekker snel. Doe maar heel eventjes snel een fast forward erop gooien. Oké, nou, we hebben hier in ieder geval nou een klein beetje een opbouw. Dus het is geclassificeerd als een Hello Biome en er spannen Hello vijanden. Dus we zouden hier nog goed inderdaad kunnen farmen voor de unicorns. Ik heb er al 2 gevonden, dus we hebben er al 2 pakken gekregen van de unicorn horns. De Pixie Dust hebben we ook nodig, dus we zouden al 400 Holy Arrows kunnen maken. Maar het is natuurlijk het allerbelangrijkste dat we er zoveel mogelijk kunnen maken. Dus ik... ben hier nog heel even bezig met farmen. En weer zo'n klok, hè. Die klokken die krijgen we maar de hele tijd weer. Nou, Boften is even een feestje aan het gooien. Is dat even boffen? De megafoon! Sweet! Nou, nog hopen dat ik 1 unicorn heel eventjes tegenkomen. Op zich valt dat wel mee. We hebben de megafoon voordat we 50 pixies hebben gehaald. En de megafoon was volgens mij 1% kans, ook op expert. Nou, zeker iets waar ik heel erg blij om ben. Nou, even kijken. Ik heb ondertussen al 9 unicorn horns. Dus we kunnen een totaal van 1800 holy parrows... Holy arrows maken. Dus, ik weet het niet zeker, maar volgens mij had ik de vitamins ook nog niet. En dan moet ik dus van de corruptors gaan farmen. Dus ik denk dat ik daar ook eventjes voor gelijk heb. Maar volgens mij was dat de enigste 2 items die we nog nodig hadden voor die Engcharm. Dus ja, zou ook wel fijn zijn als we die alvast zouden hebben. Dus ik denk dat ik heel eventjes daar naartoe ga. En dat we daarna zeker wat tijd hebben voor een baas te gaan doen. Lijkt me leuk. Durry. Wordt na een tijdje heel erg intens als je zo aan het farmen bent. Zeker als het zo druk blijft. Oké, we hebben een blindfold. Nice. Nou, alleen nog maar de vitamins. Het is wel zo slim om dit te gaan doen hier bij een... blue candle. Tuurlijk, waarom niet? Doet iedere dag. Geen enkel probleem. Toch geen reden om een zorg te maken. Toch? 6,5 uur later. Gemiddeld 1 op 100. Aha. We hebben er 100 verslagen en we hebben nog steeds vitamine niet. Het wordt weer zo'n farm. Waarom spel? Vitamine! Eindelijk! Oké. We hebben allemaal alles gevormd. Dan kunnen we wegwezen hier. Op, op. En... doei! Oké. Als ik me niet vergis, hebben we nu alle equipment die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat we deze Engcharm kunnen maken. Tenminste, als ik me niet vergis. En jammer genoeg vergis ik me eigenlijk best wel vaak. Deze banner die mag hier komen hangen. Hopin' Jack, waarom ook niet? Die hangen we daarbij, hartstikke gezellig. Die hebben we genoeg.
Corrupte Banner. We hebben er hard voor gevochten, dus mag ook wel. En ieder op Souls, die hebben we al genoeg. En Dark Mummy Banner, hebben we er zoveel verslagen? Ach, waarom ook niet? Hang het er gezellig bij. Oké, wij willen al onze... al onze accessoires die dus voor de Ankh nodig is, hebben we dus nu hier al eventjes nodig. Oké, dus... volgens mij hebben we alles. Ik weet het niet zeker, jongens, maar volgens mij wel. Oké, we hebben de megafoon, we hebben de trifold map, we hebben een armor polish, we hebben de bandage, we hebben een klok, we hebben de Nazar, met veel fijne moeite, en we hebben de bezoar. Volgens mij hebben we dan alles. Laten we zelf even kijken. Goed, we kunnen de armor bracing kunnen we maken. We kunnen de medicated bandage kunnen we maken. Dus die zet ik alvast eventjes dan hier neer. We kunnen het plannetje maken. We kunnen de counter curse mantra kunnen we maken. En ja, daar is hij. Yes! De Ankh Charm. Oh, dit voelt goed. Dit voelt heel erg goed. Nou, de Ankh Charm is dus heel erg fijn om zo te hebben. Maar die willen we natuurlijk combineren met onze Obsidian Shield. En dan kunnen wij de Ankh Shield maken. En als je die maakt, hebben we al gegarandeerd 4 defense. Maar natuurlijk heeft hij nog geen buff. Nou, weten jullie nog dat we zoveel platinum coins hadden? Dit gaat een duur grapje worden. Maar we willen hier echt wel warning op hebben. Dus, laten we zeggen... Hoe heet je? Ik kan het niet zien met mijn pickaxe. Hoe heet jij? Smador. Volgens mij heet je Smador? Heet je Smador? Jamal? Ja, Smador. Smador! Be gentle. Be very gentle. Oké. Okay. 12 gold. 12 gold voor alles. Oké, dus we moeten hem op 12 gold houden en dan... Warning. Oh! Dat is snel. Dus we hebben nou een increase van 2 defense. Plus we zijn nu immuun tegen meeste buffs. Dus als we in het water vallen, hebben we geen slowness meer. Als we door een vijand geraakt worden, krijgen we geen confusion meer. We hebben nu de meeste debuffs. Eigenlijk, daar zijn we immuun voor geworden. En daar ben ik... heel erg blij om. Goed. Nou, zoals ik jullie heb gezegd, ga ik zeker nou nog een baas doen. Want daar zijn we nu voor geëquipt. Ik ga eerst eventjes wat pijlen eventjes pakken. Waar is mijn ammo? Ammo bombs. Wooden arrows. Die wil ik allemaal hebben. En de flaming arrows die mogen weg. Deze die mogen weg. Want wat wij willen doen is, wij willen bij onze anvil gaan staan. En dan zien wij dat we holy arrows kunnen maken. 3 pixie dust, 1 unicorn horn en 200 pijlen. Nou, deze is een must-have in expert mode. Dit is echt gewoon de pijl die je wil hebben. Nou, we hebben behoorlijk veel van die pijlen. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. We hebben nog 1 unicorn over. Dat mag allemaal in de horde mode kist. Horde mode. Sorry. Ik zou crystal bullets kunnen maken, maar ja, op het moment hebben we nou dus de deadliest stormbow. En ja, ik weet, we hebben nog niet echt de frost armor, maar lekker belangrijk. Ik heb gewoon zin om nu een baas neer te gaan halen. Mechanical skull, dat is de baas die we hebben, daar doen we het gewoon mee. Voor de rest, even kijken, want ik heb namelijk, weet je wat, outfit kishy. 28 goodie bags, whoops. Ik zou zeggen, laten we kijken wat we hebben. Ik bedoel, serieus, we hebben wel heel erg veel goodie bags. Ik doe wel eventjes mijn inventory kleren en ik zie jullie in een seconde. Oké, met alles klaar voor gebruik, laten we eens eventjes wat goodie bags openen. Waarschijnlijk de laatste goodie bags die te openen zijn in 2016 Halloween. Ik weet niet, misschien dat we er nog eentje gaan pakken, maar laten we eens kijken. We hebben een Bitter Harvest Painting. Weer een creeper outfit. Pixie shirt, oké, leuk. Een dress, eggs. We hebben een Eevee outfit! Ah, dan moet ik eigenlijk... Die gaat aan, die gaat aan. Dan moet ik hem wel bruin maken, vind je ook niet Eevee? Ik ga zorgen voor brown dye, daar ga ik zeker voor zorgen. Witch outfit. Een space creature outfit. Weer de dingen, leprechaun outfit. Even wachten, maar volgens mij hadden we al een paar outfits. Hadden we volgens mij al. Even kijken, we gaan heel eventjes naar onze outfits. Waar hebben we hem? Outfit kissie. Even kijken, de creeper outfit die hebben we al. Deze die hebben we nog niet. Daar kan ik eventjes deze bij gooien. De prinsessen outfit die zie ik er nog niet tussen staan. Deze outfit zie ik er dan nog niet tussen staan. Jeetje, wat veel outfits hebben we ertussen zitten zeg. Fisherman outfit, die moet bij de Fisherman. Deze die mogen we dus ook houden. Leprechaun staat ook nog niet op de kaart. Oké, de Witch. Ik zie ook geen Witch.
Nou, dan doen we eventjes deze hierbij. De witch hebben we dus ook nog niet op de kaart. Oké, we hebben nog meer. De Dead Reaper. Ja, die hebben we wel. Wat is dit? Vampire. Hebben we ook al. Nog meer Rotten Eggs. De Unicorn hebben we al. Treasure Hunter Shirt. Die hebben we ook nog niet. Oh, jeez. We hebben we veel. Nog meer Rotten Eggs. Hebben we genoeg. Rotten Eggs. Cat Ears. Miauw. Heel veel Rotten Eggs. Wauw. Rotten Egg. Rotten Egg. Wauw. Oh. Weer een Hallows Eve. Sweet. Rotten Egg. Bride of Frankenstein. Die hebben we ook nog niet. En een Vampire Shirt. En weet ik het allemaal nog meer. Ik ga zelf even kijken hoe dat we in godsnaam bruine dye kunnen gaan maken. Daar ben ik zeker heel erg nieuwsgierig aan. Dus we hebben heel veel outfits die we nou mogen verkopen. Dus dat ga ik ook heel eventjes even snel doen. Even kijken. Frankenstein die hadden we nog niet. Vampire hadden we wel, hè? Ja, Vampire hadden we wel. Dus deze mag weg. Die mag weg. Krijg er toch een beetje money voor. Rotten Egg. No value. 13 throwing damage. Wauw. En we hebben ook nog de Angler outfit. Die. Cat Ears, die moeten we ook bewaren. Vampire Pants, weer. Oh, terug. Die hebben we nog niet. Wat is dit? Vampire Pants. Ja, die mag weg. Deze mag weg. Ik weet niet. Wacht eventjes. Steve? Ik weet niet of die bij jou past, hoor. Hij is wel heel groot. Nee, die gaat niet passen, ben ik bang. Deze misschien is iets kleiner. Die past er ook al niet. Past hij misschien bij jou hier? Hier, mag je hebben. Hartstikke gezellig. Dan vraag ik mij af, kunnen we deze ook nog ergens kwijt? Dat zou wel leuk zijn. Misschien ergens... daar hangt het behoorlijk vol. Ja, of ik moet hier even de lantaarn eventjes ergens anders neerhangen. Dan zou het wel moeten kunnen. Screw dat raampje. Ik hang er gewoon een poster voor als ik dat wil. Ik bedoel, dat moet gewoon kunnen. Zo. Oké, nou. Ik zie dat de avond al begint te vallen bijna. We hebben onze Holy Arrows. Ik moet dadelijk de potions heel eventjes pakken. Ik zou zeggen, we gaan eerst eventjes Battle Arena doen. En dan ga ik eventjes kijken of ik een leuke bruin en zilverkleurige die kan vinden. Dus laten we eerst eventjes ons voor gaan bereiden op de baas die we nu neer gaan halen. Dus dan gaan we heel eventjes snel de vis spul eventjes... Nou ja, het is... nog 2 minuten, dat tijd zat. Wat is de fishing quest voor vandaag eigenlijk? Nu mee. Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb genoeg in de corruptie rondgehangen. Dus deze die hang ik heel eventjes hier neer. Even kijken, want sommige dingen die vind ik niet mooi hangen. Zoals bijvoorbeeld deze, die zien we bijna niet. Ja, deze die mag uit. Tot ik hem uitzet wil alleen maar zeggen dat hij niet meer zichtbaar is. Dus dat is het enige verschil. Net zoals de schoenen, die dan ook uit. Oké, hartstikke leuk. Even kijken. De wings, ja, die passen er wel bij. Die kan ik ook uitzetten, maar dan zie je ze alleen als ik vlieg. Schild ziet er ook gaaf uit. Ik denk dat ik eventjes dan de schild, als ik die nou eens... Oeh, dat ziet er gaaf uit. Oké, nou, het is bijna donker. Dus het is nu echt tijd om eventjes richting hier te gaan. Potions erbij te pakken. Waar is mijn piggy bank? Waar is mijn portable piggy bank? Heb ik die toevallig in de kistjes daar gedaan? Heb ik die per ongeluk verkocht? Nee. Nou ja, die vind ik dadelijk wel. Wat nu heel erg belangrijk is, is... Oh, ik had hem in de piggy bank zelf gedaan. Dat is slim. Wat heel belangrijk is dat we dus onze potions er even bij pakken. Archery potion, heel erg belangrijk. Iron skin potion. Waarom staat die apart? Oké. Ik denk dat we hem aan kunnen. Ik hoop tenminste. Ga het gewoon doen. En... Go! Buff! Oké. Nou, het grappige is dus van deze buffs die we dus nu gebruiken is... We schieten een regen van holy arrows... En zoals je kan zien, geeft dat... Kijk naar onze damage per seconde. Echt serieus. Kijk even naar onze damage per seconde. Oké. Ik ga gewoon... Over de 1000 heen.
Oh, dit is zo'n geweldige combo. Ik hou hier zo erg van. Oh. Wil je een afstand houden, joh? Oh, je kunt hier zoveel damage mee doen. Au. Oh, ik denk zelfs dat we al zijn armen hier niet meer kunnen halen. Hallo. Eén ding is zeker, we hebben hier geen... Oh. Hou je afstand. Help. Help wilden we zoveel mogelijk bezighouden. Oké, okay, ik ga gewoon nog even vliegen, ja? Tijd zat. Daar ben je, daar ben je. Oh, voorzichtig. Concentratie. Oh, we got... Oh, ik moet een beetje met jouw hoofdje gaan raken, jongen. Nou ja, in ieder geval zijn arm heeft hij bijna al niet meer. Oké. Okay. Die spint, dat willen we hebben. Weten jullie trouwens nog hoeveel problemen dat we wel niet hadden met... met de kleinere broer. Jong. Volgens mij is hij al twee handen. Oh boy. Oh boy. Ik wil mijn helft in de gaten gaan houden. Oh, hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Het nadeel van deze paas is namelijk, hij dropt geen hartjes. Afvraag. Waar ben je? Daar ben je. Dude, serieus. Je hebt niks. Ja, te zijn. Nee, serieus, je hebt niks. Je hebt geen handjes meer, je hebt helemaal niks. Je bent alleen nog maar een vliegend hoofd. Oh ja, kom naar beneden toe, alsjeblieft. Oh jee, wat ben ik bang voor je, jij vliegend hoofdbeest. Kom hier. Je hebt geen lasertjes meer, je kunt geen bommetjes schieten, je kunt heel niks. Wauw. I'm awesome. Hij is neer. Oké, nou, zullen we even kijken wat we van hem krijgen. We hebben de Souls of Flight hebben we te pakken gekregen. Hello Bars en een Mechanical Battery Piece. Ik ga zelf even snel kijken hoe dat wij Eevee kunnen eren door zelf Eevee te worden. Stevie de Eevee, weet ik veel. Ik kijk heel eventjes voor Brown Dye. Ik ben zo bij jullie terug. Jij hebt gewoon Brown Dye en je hebt Silver Dye. Oké. Eevee, wat vind jij? Oh, dat ziet er zo apart uit. Dit ziet er heel apart uit. Maar ik vind het wel gaaf. Eevee, wij zijn... Eevee, waar ben je? Eevee, vind je nou ons niet een officiële Eevee? Wij zijn volgens mij nou officieel een Eevee geworden. Dus, ik ben hier zeker tevreden over. Maar goed, ik denk dat het daar ook mijn tijd is geworden tot het... eigenlijk nu tijd is voor het Wal van Awesome Comments. Want we hebben echt enorm veel gedaan. We hebben de Angcharm hebben we voor elkaar gekregen. We hebben een van mijn favoriete bogen. Die hebben we te pakken gekregen. Er zijn nog twee andere. Dus ik denk dat we de volgende keer een bouwaflevering gaan doen. Zodat we ook alle kostuums neer kunnen zetten. En natuurlijk ook nog heel eventjes een mining sessie. Zodat we kunnen zien van ja, hoe kunnen we nou dat nieuwe armor aan. En ik weet al welke ik ook nog uit wil zetten. Die mag ook uitkijken zo. Een bordje. En het grappige is, het is op de eerste verdieping. We zijn op de nieuwe verdieping beland. Yay! En de comment is geplaatst. En de comment is van AaronZS9. En AaronZS9 die had geschreven. Mijn vriend Eevee, mijn vriend Jolteon en mijn vriend Flareon. Ik weet dat het moeilijk is dat Steve weg is. Rest in peace, Steve. Aaron, waar heb je het over? Steve is helemaal niet weg. Steve, die staat hier! Hi Steve! Alles kids? Aaron, niet van die enge praatjes vertellen alsjeblieft. Kom op zeg, we hebben een hele zware dag achter de rug. Nee, heel erg bedankt voor je leuke comment Aaron. Dit was van aflevering 20 tot we inderdaad wraak zouden nemen op de Wall of Flesh. En gelukkig tot Steve terug is gekomen. Dus Aaron, enorm bedankt voor je leuke reactie. Heb je nou zelf ook een leukste Romaxie. Heb je nou zelf ook een leuke reactie van deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En misschien wordt jouw comment wel geselecteerd voor het huisje van Awesome Comments. Laat natuurlijk ook een like achter als je daar de tijd voor hebt voor deze Awesome Eevee outfit. Ik bedoel, ik vind hem gaaf. Ik vind hem echt gaaf. Dus vinden jullie hem ook gaaf? Ik vind hem wel gaaf. Maar goed, in ieder geval dat gezegd te hebben. Dank jullie voor het kijken. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. En hopelijk zie ik jullie weer snel in een volgende video. Tot dan!